Hi, ik wil het deze keer hebben over firmware updates voor je Tesla. Tesla is eigenlijk een rijdende iPad en daarmee is je ook verbonden altijd met het internet. En het mooie daarvan is dat alles is natuurlijk softwarematig aangestuurd. Dat je middels updates die naar de auto gepusht worden, allerlei zaken kunt veranderen en kunt verbeteren als autoproducent Tesla in dit geval. Elke auto is voorzien van zijn eigen simkaart, heeft een 3G/4G verbinding, maar ook een wifi ontvanger. Dus je kunt hem ook thuis aan het werk aan de wifi hangen. Let daarbij eventjes op dat de wifi ontvanger in de rechter zijspiegel gemonteerd is. Ontvangst is niet al te goed, dus als je dat doet, zorg ervoor dat de rechter zijspiegel zo dicht mogelijk bij wifi access point hangt. Om een goede ontvangst te hebben. Nou goed, op die manier krijgt je auto dus updates gepusht. Sneller via wifi, omdat dat goed ook voor Tesla natuurlijk gratis is en een breedbandverbinding is. Wanneer die updates op je auto verschijnen, daar is niet echt een pijl op te trekken. Er zijn er behoorlijk wat discussies over geweest, over hoe je dat proces kunt versnellen. Maar het lijkt een beetje random. En het gaat natuurlijk ook in fases. Niet iedereen krijgt dat tegelijkertijd, omdat dan alle servers van Tesla flink worden belast. Dus dat doen ze natuurlijk ook niet. Tegenwoordig krijg je op je telefoon een melding van de Tesla-app als er een update beschikbaar is. Die kun je ook vanaf je telefoon starten. Je krijgt een notificatie, gaat naar de Tesla-app en daar staat nieuwe software beschikbaar. En die kun je dan ook starten. Voorheen moest je dat in de auto doen. Goed, dat kan in de auto nog steeds. Je ziet dan bovenin in het scherm een geel klokje, een wit klokje staan. Als je daarop klikt, dan krijg je de melding: er is een update, beschikbaar software update. En dan kun je een tijd instellen wanneer je die update wil laten uitvoeren. En onderaan staat dan ook nog hoe lang de update ongeveer duurt. En dat staat meestal rond 1,5 uur. Mijn ervaring is dat over het algemeen binnen een half uur tot een uur gedaan is. Als je tijdens de update in je auto zit, guilty, en je hebt een keer geprobeerd, dan zul je al wat rare geluidjes en dergelijke horen, want zaken worden herstart en dat soort zaken. Je vering die kan tijdelijk verlaagd worden of verhoogd. Goed, het systeem wordt in ieder geval gereset. Dus je krijgt nieuwe software dan gepusht en dat kun je op een bepaald tijdstip instellen. Bij voorkeur natuurlijk dat je de auto niet gebruikt. Of je kunt het per direct doen. Dan wordt de update meteen gestart. Houd dan er rekening mee dat je auto tijdens die update niet beschikbaar is om mee te rijden. Ook niet tijdens het Supercharger kun je dat doen. Nou, op het moment dat die update voltooid is, dan heb je dus de nieuwste software op je Tesla staan. En dan ben je natuurlijk benieuwd, wat is er nieuw, wat is er verbeterd? Nou, dat is een beetje een minpuntje bij Tesla. Daar zijn ze niet heel open over. Dus release notes, zoals het zo mooi bij software heet, die zijn echt minimaal beschikbaar. Maar goed, er zitten wat voor- en nadelen aan. Ik snap ook wel deels waarom ze het niet doen. Om allerlei speculaties natuurlijk te vermijden. Soms zitten daar wat updates bij vermeld over wat er daadwerkelijk dan nieuw is. Ja, bijvoorbeeld een nieuwe Easter Egg of een nieuwe Autopilot versie. Of hij kan opnieuw beter inparkeren, dat soort zaken. Of je kunt nu in één keer de stoelverwarming aanzetten vanuit de app. Dus dat soort zaken komen af en toe wel eens naar voren toe. En dat kun je ook vanuit je settingsscherm. Als je naar My Tesla scherm toe gaat. Even kijken, en dan staat er onderaan, onder je VIN-nummer, staat het versienummer en ook de release notes. En als je daarop klikt, nou, heel grappig, in dit scherm is die bijvoorbeeld helemaal blank. Hè? Representatief voor wat er vaak nieuw is in die update, daar communiceren ze niks over. En af en toe staat er in dit scherm dus wat er daadwerkelijk veranderd is. Kijk even op het internet, Reddit of bijvoorbeeld... de TMC forum, Tesla Motors Club, maar ook op Facebook. Daar staan meestal per versienummer die is uitgegeven wat er mogelijk veranderd is. Mensen lopen er tegenaan, zien dat dingetje, bijvoorbeeld het dashboard veranderd is, of merk iets in, het veranderen van Autopilot. Goed, daar communiceren ze en dan weet je dus ook daadwerkelijk wat er mogelijk veranderd is. Ook op TeslaFi bijvoorbeeld, een website. Daarin kun je zien, dat is eigenlijk een firmware tracker onder andere. Daar kun je veel meer mee, maar daar stond onder andere ook in welke versies er zijn uitgekomen per auto. Per type en per land en dergelijke. Dus daar kun je vaak al een stukje meekijken van welke versie zit er aan te komen, welke heb ik nog niet, dus welke kun je verwachten. Soms worden er wel eens wat firmware versies overgeslagen. Dus je krijgt dan, als je een update krijgt, dan kan het zijn dat je de volgende niet krijgt, maar eentje daarna. Dus eigenlijk puur willekeurig, nogmaals geen pijl op te trekken. Je kunt het wel bespoedigen op zo'n update door je auto aan de wifi te hangen. Dan is het algemeen bekend dat er sneller de updates binnenkomen. Ik had onlangs een issue dat mijn auto 's morgens vroeg, dan wilde ik hem opwarmen, niet meer te benaderen was. En dat had iets te maken met de power saving. En dat is eigenlijk gekomen sinds versie 9, de eerste update. En dat schijnt in de laatste update al gewijzigd te zijn en een bugfix. Dus ik heb het servicecenter in Tilburg een mailtje gestuurd met een verzoek of zij mij de laatste update kunnen pushen. Dat kunnen ze namens, ze kunnen jij zeg maar meer vooraan in de rij zetten als het een gegronde reden heeft. Dat werkt in ieder geval, want ik kreeg vanmorgen van Kitty, dankjewel Kitty, van het servicecenter Tilburg een vriendelijk mailtje terug dat ze de laatste firmware versie voor de Tesla voor mij hadden klaargezet en of ik hem even aan de wifi wilde hangen. Dus dat heb ik gedaan. Ik kreeg niet direct de update, maar ik ben weer gaan rijden en plots kreeg ik in mijn app notificatie dat de update beschikbaar was. Dus er was gewoon via de mobiele verbinding van de auto binnengekomen. Dus die zal ik direct gaan doorvoeren. Ik kan daarmee kiezen om bijvoorbeeld vanavond uit te gaan voeren, zoals ik net liet zien. Maar ik zal hem direct meteen starten. Dan kan ik laten zien hoe je dat doet. Goed, gearriveerd thuis. Dit is een handig moment om de update te starten, omdat hij een uurtje even uit de lucht is en niet bruikbaar is, de auto. Wat ik doe is, hier bovenaan staat het gele klokje. En daarin staat de software update klaar. Die kan ik dus nu voor een bepaald tijdstip configureren om klaar te zetten en dan zeggen set for this time en dan kan ik de auto afsluiten en op dat bepaald tijdstip zal je daadwerkelijk de update uitvoeren. Maar ik kies voor install now en dan zal die gaan aftellen voor 2 minuten. Nou, vind je dat alsnog te lang duren, dan kun je een aantal keer, ik geloof 3, 1, 2, 3, ja, en dan zal hij het nu gaan doen. Nou, ik ben binnen en ik heb buiten de auto de update gestart. Als ik nu in de Tesla app kijk, dan zie je bovenaan dat een software update in progress is. Dus laat hem eventjes lekker zijn gang gaan en dan gaan we straks even kijken. Nou, ik kreeg een notificatie op mijn telefoon. Software update completed. En als ik op de notificatie klik, dan opent de Tesla app. En als ik nu naar onderen scroll, zie ik dat daar de nieuwste firmware versie gerapporteerd wordt, 2018.48.1. En dat is inderdaad de laatste versie, dus laten we even gaan kijken in de auto of er mogelijk iets veranderd is. Eens even kijken. Nou, er staat in ieder geval een melding op het dashboard. En daar staat op, what's new in this update? PIN to drive. Er zit een pincode op, maar die zat er al op. Even kijken. Oh nee, wat is veranderd is dat de pin toetsen, pinpad, nu randomly over het scherm heen gaat. Zodat je met eventuele vingerafdrukken niet als crimineel kunt raden wat je pincode was. Dus dat is mooi. Even kijken dan, wat is het met de mobile app? Oh, we moeten een nieuwe mobile app even downloaden. Want daar kunnen we dan de, even kijken, nearby charging stations vinden. Dat is wel handig. Oké, nou, release notes. Dat is sowieso al prettig. Dat gebeurt niet zo heel erg vaak. Nou, laten we dan meteen eventjes kijken wat die pin to drive nu doet. Of de pincode scherm inderdaad heen en weer beweegt als we dat doen. Dus ik trap even op de rem om de auto te starten. En dan komt de pincode. Die staat inderdaad niet meer gecentreerd. Dus ik kan een pincode invoeren. Doe ik het nog een keertje. Dan staat die links onderin. Nog een keertje de rem intrappen. En dan staat die onderin. Ja, nou dat is mooi. Dus elke keer randomly verschijnt hij op een andere plek om je pincode in te voeren. Dus dat is in ieder geval een stukje veiliger. Dat is mooi. Eens even kijken, hebben we misschien ook nog nieuwe Easter Eggs. Die moet als goed hierboven verschijnen. Ja. Nee, er staan geen andere Easter Eggs in. Oké. Nou, ik vond in ieder geval weer een erg nuttige update. Extra security feature erin. Wat meer mogelijkheden in de app. Dus die gaan we eventjes downloaden. Ja, en zo werkt het eigenlijk elke keer bij Tesla. Je krijgt er elke keer nieuwe updates bij. Maar je auto kan elke keer meer. Dus ja, bij welk merk is dat nou? Hè? Dat je dat, als je de auto hebt gekocht, de auto steeds meer kan daarna. Nou, ik hoop dat je weer een nuttig filmpje voor je was. Vergeet niet te subscriben onderin. Dan mis je in ieder geval de volgende filmpjes van me niet. Oké, tot gauw. Ciao.